Dit is klasse. Die mannen geven zich nog niet gewonnen. Met Van Krimp, met Roes en erbij dus Melis. Dan gaat hier toch die aansluiting plaatsvinden. Met Vasterhout, met Van Oort. Dit is het peloton. Vier ronden nog te doen. Einde ronde vergoeding. Vandaag onder een stralende zon hier in Werkendam. Een getuige van iets bijzonders volgens mij. De 63ste ronde van Werkendam alweer. Dus dat mag wel in de boeken geschreven worden. Ja, een hoop bezoekers langs de kant, geholpen door het mooie weer ook wellicht. Maar laten we eens gaan kijken naar het deelnemersveld. Kun je daar ons eens wat meer over vertellen? Ja, we hebben dit jaar in het bijzonder wat meer jeugdcategorieën rijden. Omdat we graag de lokale jeugd de gelegenheid willen geven om in hun eigen dorp of in hun eigen regio te starten. Dus we hebben jeugdcategorie 5 en 6. De nieuwelingen die nu aan het rijden zijn, waar we ook lokale favorieten hebben. Daarnaast hebben we de sportklasse. Met basislicentiehouders en we sluiten af dadelijk met de elite belofte zonder contract. Is het voornamelijk een regionaal georiënteerd evenement of niet? Nee, het is zeker wel landelijk. Ze komen eigenlijk uit alle windstreken vandaan. Maar er zijn natuurlijk altijd wel ook een paar lokale favorieten. Zoals de broertjes Van Oort die mee hebben gereden en ook hun vader trouwens Marco. Dus dat is altijd extra leuk voor het thuispubliek natuurlijk. Als we eens gaan kijken naar een stukje organisatie, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, met het huidige comité zijn we eigenlijk nu inmiddels al 13 jaar bezig. En we beginnen natuurlijk maanden van tevoren allereerst met het werven van sponsoren. Want ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Want ja, zonder geld kan zo'n ronde niet doorgaan natuurlijk. Vergunningen, contact met de KNWU, inschrijven van de renners, noem maar op. Dus daar zijn we al een paar maanden van tevoren mee bezig. En dan op de dag zelf, ja, dan hebben we heel veel vrijwilligers gelukkig. Die allemaal een handje helpen. En lopen allemaal op rolletjes eigenlijk. Als je eens terug moet kijken al op deze dag, wat zou je daarover kunnen zeggen? Nou, ik denk dat het nu toe echt een super mooie dag is geweest. Een van de mooiste rondes van de afgelopen paar jaar zou ik wel willen zeggen. Ook geholpen door de zon uiteraard. Het echte spektakelstuk moet nog komen. De elite belofte, dat is altijd... Er wordt gewoon keihard gekoerst, keihard gereden. En groot deelnemersveld, dat is toch ook altijd wel fijn. Er blijven gewoon elk jaar heel veel renners op de Ronde van Werkendam afkomen. Dus dat is, dat is super mooi om te zien. Zouden we kunnen zeggen dat Werkendam een beetje de bakermat van de wielersport in Altena is? Dat zou ik zeker wel willen zeggen. Het is altijd een van de eerste koersen van het jaar met Pasen. Dus dan hebben heel veel renners nog zin om te koersen en de benen te testen aan het begin van het seizoen. Dus wij mogen zeker niet klagen qua deelnemersveld. Ja. Misschien smaakt het voor veel deelnemers ook wel naar meer. We hebben hier de Biesbos vlakbij als een prachtige omgeving. Volgens mij staat er ook nog wat op stapel. Ja, dat klopt. Eigenlijk om nog meer regiorenners de kans te geven om eens een wedstrijdje te rijden, een koersje te rijden, organiseren op 18 mei de omloop van de Biesbos, omloop van de Noordwaard in het nieuwe mooie stuk van de Biesbos. Daar zetten we een mooie omloop van 9 kilometer uit, dus wat groter dan een criterium. En daar kunnen eigenlijk alle regiorenners, regiorecreanten van de A- en de B-klasse starten. En die mogen dan op een parcours van 9 kilometer door de Biesbos rijden. En daarnaast organiseren we ook een clubwedstrijd voor de sportklasse. Eigenlijk wat meer low-key, dus geen officiële KNWU-wedstrijd. Maar wel gewoon lekker leuk, gezellig, mooi wedstrijdje in de Biesbos om daar ook eens een mooie koers te laten rijden. Waar kunnen mensen eventueel meer informatie vinden? Dat is op www.altenabiesbosronde.nl. Daar komt alle informatie op te staan over starttijden, inschrijven, noem maar op.